Hier vind je ze nog. Bevers die bomen knagen in een idyllische setting aan het Runmeer in Zweden. Op dit schitterende meer wordt de KPN Grand Prix cyclus voortgezet na Weissensee en Reschensee. Organisator Christian van Dartel voert de regie onder auspicie van de KNSB en het belooft gezien de omgeving een prachtig schouwspel te worden. De dames van MK Basics en Palet Schilderwerken namen alvast een voorproefje en schaatsen.nl was erbij. De winnares van de alternatieve Elfstedentocht op Weissensee en na last kijkende vechten is hersteld. En hoe gaat dat hier op het Runmeer? Het schaatsen gaat wel lekker. In het begin dat je hier dan op staat, dan denk je, oh, het ijs is toch wel wat anders dan op de Weissensee. Het is wat harder en minder scheuren. Dus nee, maar het trainen gaat nog steeds lekker. Dus ik hoop dat ik de vorm van de Weissensee mee heb genomen hier naartoe. Ik heb hem wel in de koffer gestopt. En feest gevierd? Ja, natuurlijk. Ja, wel. Ik heb er wel van genoten natuurlijk. Als je wedstrijden wint op de Weissensee, ja, dat was voor mij echt een droom. En toen ik thuis kwam was het hele huis versierd en op mijn werk ben ik enorm verwend. En door familie en vrienden. En, nee hoor, we hebben het echt wel even gevierd. De nummer 2 van de alternatieven, Elma de Vries, is er eentje om nog steeds rekening mee te houden. Ook na de 200 van Weissensee. Ben je een beetje hersteld van de alternatieve Elfstedentocht? Ja, ik ben nog een week in dienst gebleven met Rex voor de World Cup en daar ging trainen hartstikke lekker. En ja, nu een paar reisdagen, dat voel je nu even in de benen, maar dat is morgen gewoon weer weg. Dat was wel lekker, denk ik, even zonder scheuren, zonder sneeuw, heerlijk in een hal. Ja, maar ik vind dit ook prachtig. Ik bedoel, als we nu even onze mond houden, is het zo stil hier in die omgeving, dat is fantastisch. Dan is er Iris van der Stelt, een jonge rijdster die vriend en vijand verbaasde door haar goede rijden. Eerste keer in Zweden? Ja, dat is de eerste keer voor mij. Wat verwacht je ervan? Ja, een beetje hetzelfde als de Weissensee eigenlijk. Ik heb wel gehoord dat het ijs toch wel wat anders is. Dus ja, ik ga het vooral zien. Ik hoop mooie wedstrijden van te maken met de ploeg. Wieteke Kramer houdt ervan. Werken en vooral dienen. Ja, dit is het echte werk. Kijk, en ik heb natuurlijk een hoop gemist op de Weissensee omdat ik ziek ben geweest. En daarnaast staan we goed in het groen. Dus ik ben Sophie. En Rikst en mijzelf in één. Dus voor Anna. Super, super, super meesterknecht. Ja, knechten alom. Ja, er is niks anders morgen dan knechten. Elma en Erna bekeken nog even hun alternatieve behuizing, maar gingen uiteindelijk toch de warmte opzoeken.